Ik ben gezellig met Denise en Lola en wij gaan lekker Just Dance spelen. Goedemorgen, het is zondag en ik ben net wakker, ik val net niet super lang, maar ik ben wel even wakker, zelfs net al naar beneden gegaan. Ik ga er ook uit. Ik ben benieuwd, in principe is dit de laatste dag weekend, maar er is dadelijk overleg of de scholen morgen wel of niet open gaan. Dus misschien zitten we nog wel 3 weken thuis, ik heb geen idee. We gaan het zien. Ik ga eerst naar beneden en even thee drinken en een banaantje eten. Een mooie kijk trouwens. Het is echt drama, mijn hart. Ik vind het niet meer leuk. Ik kan er echt om janken. Maar ja, daar gaan de plekken ook niet van weg. Zo, lekker begin van de dag. Ik heb me aangekleed en opgemaakt. Ik heb mijn haar een beetje krul. Niet heel erg. Maar ik heb deze trui aan met de roesjes van Warehouse. Rok van Benetton en mijn geokslaarzen eronder. En ik ga de cadeaumand even maken. Ik had natuurlijk wel al laten zien welke dingetjes ik gehaald heb. Maar ik ga het even de mand maken. En Sarah die is de kaart aan het tekenen. Want dat hadden we wel in huis al gehaald. Alleen dat hadden we nog niet gedaan. En dat vonden we leuker dan een kaart kopen. Want 35 jaar huwelijk, dat heb je sowieso geen specifieke kaarten van. Maar ja, wat is er leuker dan een kaart van, zelf getekend door je kleindochter. Dus die gaat erin. Zo, de vulling voor op de bodem. Nou, het blijft vastzitten. Moet wel even een beetje los zien te krijgen. Ik vind altijd als je er niks onder hebt, dan wil het vaak ook niet echt leuk staan. Kijken. Zo, dit is een inside joke, maar die gebruik ik als steun voor de achterkant. Dan hebben we deze. Deze is heel groot. Deze erin. Deze. Dan doen we deze zo. Dan hebben we nog leuke hartjes, soepjes. Die kopjes, ik zat te twijfelen wel of niet eruit te halen, maar ik denk dat ik ze er wel in laat. De hartjes, deze hartjes er een beetje tussen doen. En hier. En dan kan de kaart er zo nog bij. Oh, niet helemaal goed gefilmd, maar daar hebben we zo toch wel een leuke mand gemaakt. Nou, net komt het nieuws. Het restaurant is dicht. Dus dat gaat niet door. Nu hebben we heel erg snel geregeld dat we gaan tafelgrillen. Bij mijn ouders thuis nu gewoon. Want het is mijn ouders nog gelukt om eten ervoor in huis te halen. En ik ga nu een BH-switch doen. Want ik heb een BH aangedaan. Die ik al gewoon een tijdje heb. Waar niks mis mee is normaal. En die prikt aan één kant. Echt alsof er een naald in zit. En ik had hem net ook al uitgedaan. Ik kan er niks in vinden. Maar het blijft pijn doen. Dus ik ben het helemaal zat. Dus even tijd voor een andere. Want we moeten zo de deur uit. En dan vind ik het wel fijn als ik gewoon de rest van de tijd gewoon normaal kan doen. Zo. Dan is dit wel prettiger. Zo. Oké. Nou, ik ga even spullen pakken. Oh, dat is wel leuk. Mijn opa had afgezegd. Maar omdat we het nu in een besloten kring doen, komt hij ook gezellig alsnog weer. Dus dat is dan wel weer een voordeel van dit verhaal. Ik ben eigenlijk helemaal vergeten te filmen bij mijn ouders. Maar ja, gewoon heel veel in gesprek gezeten en gelachen en dingen gedaan. En noem maar op. De scholen zijn wel morgen dicht. Dat is nu definitief. Dus geen vroeg opstaan. Maar we gaan wel schoolwerkjes thuis doen, heb ik al gezegd. Want het moet niet een feestje worden. En dan dat het leren helemaal vergeten wordt. Dus, en ik krijg zo, als het goed is, nog visite.
Ik ben gezellig met Denise en Lola en wij gaan lekker Just Dance spelen. Even lekker actief op de zondagavond, aangezien we toch allemaal niet vroeg op hoeven. Ik ben er gewoon helemaal moe van. Ze zijn net naar huis en we hebben echt heel veel gedanst. En we waren zo fanatiek dat zelfs mijn vaas omging. In 1000 stukjes. Maar het was heel leuk. Ik ga nu even snel nog een vlog editen voordat ik zo mijn bedje inga. Dus... ja. En ja, morgen ligt de dag open. Dus ik moet even kijken hoe we die gaan invullen. Ik moet wel even weer boodschappen doen. En daar heb ik echt geen zin in om de supermarkt in te gaan, maar goed. Onderweg naar bed en het is echt heel laat. Maar ik kreeg net echt heel vervelend nieuws over de gezondheid van een kindje in ons leven. Om hun privé te houden, even niet vertellen over wie het gaat. Maar ik heb best wel lang net zitten appen en op mijn telefoon de boel in de gaten gehouden. Met nieuws, dus... ja, ik heb net ook echt wel even zitten huilen. Het was allemaal best heftig. Geen corona trouwens. Maar andere gezondheidsproblemen. Dus ik ga nu wel naar bed. Ik hoop dat ik kan slapen, want echt... ja, het doet echt even heel veel met me. En als ik dit al voel, kan ik me niet voorstellen hoe het voor hun is echt. Ik ga al helemaal kapot ervan. Dus... echt niet leuk. Helaas horen dit soort dingen bij het leven, maar ja, kleine kinderen horen gewoon niet ziek te zijn, echt niemand. Maar goed, ik ga dus wel even de vlog afsluiten en snel mijn bed in. En ik heb mijn beltoon aangezet, dus ik ben gewoon heel de nacht bereikbaar. En hopen dat ik niet geweld wordt vannacht, want geen nieuws is goed nieuws. Of geüpt. Ik ben een beetje moe. En dan hoor ik het morgen verder. Dus alsnog in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot morgen.